Ik ben Hanny Rode, ik ben 47 jaar en ik woon in Zandvoort. Ik wil mijn hele huid eigenlijk een opknapbeurt geven en dan vooral dit en rond mijn mond. Ik ben nu de huid aan het schoonmaken. We gaan een mozaïekpeeling doen bij Hanny. En dat wil zeggen dat we een deel fenol doen en een deel TCA. Rond de mond, op de kin en hier op dit stukje van de wangen heeft ze een hele grove huid, een beetje verdikt met diepe lijnen. Daar gaan we de fenol doen en de rest van haar gezicht, waar het eigenlijk al wat gladder is, doen we TCA. En TCA is trichloroazijnzuur. Dat is eigenlijk een van de bekendste en veelzijdigste medische peelings, waarbij je gaat vervellen. En daarna krijg je een huid terug die egaler is, minder lijntjes heeft, in een betere conditie is. Het is ook heel goed tegen grove poriën, tegen acne. Dus het is een hele veelzijdige peeling. De fenol is wat dieper, is ook iets heftiger qua herstel. Je krijgt een week lang echt wel een korst, maar daarna heb je een super mooie gladde huid die je terugkrijgt. Het is belangrijk om te weten welke gebieden je met fenol gaat behandelen, want je kunt niet het hele gezicht met fenol behandelen in één keer. Je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. Het gaat niet pijn doen, het kan eventjes een beetje branden. Wat er dus gebeurt is dat we straks een pleister gaan opplakken op het gebied wat ik met fenol heb behandeld. Het TCA smeer ik in met een bepaalde crème. De dag daarna kom je terug, haal ik de pleister eraf en dan ga ik ook de fenolgebieden behandelen met speciale crème en een poeder. De TCA-gebieden die gaan vervellen na een paar dagen en daar ben je binnen een week mee klaar. De fenol duurt meestal ruim een week voordat de korst eraf is. Wat je ziet is dat er direct een grijsachtige witte frosting optreedt. Nou, ik kijk hoe haar huid reageert en aan de hand daarvan ga ik verder. Tussen de fenoldelen door moet je altijd eventjes wachten, even kijken hoe de huid reageert. En je kunt vooral niet haasten, want de huid heeft ook even tijd nodig. Tijd om de peeling op te nemen, tijd om te reageren. En wat bij fenol heel belangrijk is, is dat je mensen ook goed vertelt wat er gaat gebeuren. Dat je een week afspreekt waarin ze echt gewoon geen verplichtingen hebben en waarin ze dus gewoon op controle kunnen komen. Want mensen komen op dag 1 terug, op dag 3, op dag 6 en dan na 1 of 2 weken weer. Om alles goed in de gaten te kunnen houden. Het is een iets diepere peeling, dus het is iets waarbij je heel goed moet opletten. Bij een TCA-peeling is het zo dat je de eerste 2 dagen een beetje strak aanvoelt je huid. En na die 2 dagen ga je dus vervellen. Bij de een zijn het schilfers, bij de andere zijn het echt grote vellen die eraf komen. Daarna is je huid heel fris en een stuk gezonder ziet hij eruit. TCA kun je in kuurverband doen. Fenol doe je meestal maar 1 keertje, want dat is natuurlijk echt wel diep. En bij fenol, wat ik al zei, ontstaat er een korst en die korst valt eraf. En daaronder zit je mooie huidje. Dan blijft je huid wel een beetje rood de eerste tijd, of roze eigenlijk. Dus dan moet je hem heel goed beschermen tegen de zon. Fenolpeeling is dus heel geschikt voor mensen die echt zo'n grove huid hebben. Heel vaak komt dat voor rond de mond, op de kin, op de wangen, onder de ogen. Waar het ook heel geschikt voor is, is van die rommelige, rimpelige huid rond de ogen. De bovenoogleden kun je niet behandelen, maar onder de oogleden, of eigenlijk de onderoogleden, die kun je heel goed behandelen met fenol. Dus voor heel veel mensen is het ook heel geschikt om eigenlijk een chemische onderooglidcorrectie mee te doen. Voor de TCA-peeling deel ik het gezicht ook in delen, zodat je precies weet wat je al gedaan hebt en wat nog niet. Dit kan wel een beetje branden, maar meestal valt het erg mee. Klopt dat, Hanny? Ja. Brandt het? Nee? Wat ik er nu op doe is post-peel mask. Dat is eigenlijk speciaal gemaakt voor na de peelings, dat is logisch. En dat verzacht, dus dat gaat je ook direct al verlichting geven. En het verzorgt de huid na zo'n peeling. Na een mozaïek peeling heb je een deel wat met fenol is behandeld en een deel wat met TCA is behandeld. TCA ga je van vervellen en
dan is het heel handig om deze cleanser te gebruiken om de velletjes van je gezicht af te wassen. Je kunt hem namelijk gebruiken met en zonder water. En dat is weer heel handig als je ook een deel met fenol hebt behandeld, want dat mag niet nat worden. Fenol vormt een korst en die mag de eerste week niet met water in contact komen. Dus deze cleanser is super geschikt als je een peeling hebt gehad. Dit is een crème die je moet gebruiken na een fenolpeeling om je huid minder rood te maken. Sunblock na iedere peeling onmisbaar. En de Blending Bleaching Cream zorgt ervoor dat je huid egaler wordt. En ons model is daar al 2 weken geleden mee begonnen. Je moet je huid voorbereiden voor een peeling. Dus vandaar dat je eigenlijk al deze producten nodig hebt. Ik voel me goed. Alleen het praten gaat een beetje raar. Maar voor de rest helemaal goed.